zoek echt een goede vriendengroep van skaters. Want zo ga je echt ver raken met skaten. Echt heel ver. Mijn naam is Brukenburg Owen. Ik ben 20 jaar en ik heb helemaal geen werk. Ik skate gewoon het liefst. Ja, dat is het. Skaten is alleszins al geen sport voor mij. Dat is eigenlijk echt mijn leven, jongen. Ja, bij skaten. Het is hier een goede vibe. Iedereen komt eroverheen en dat is heel erg eerder zo'n kleine familie, zou ik zeggen, dan een vriendengroep. Ik ben Orrie Herbout, 22 jaar. En ik volg Graafs Ontwerp, de Academie van Schone Kunsten Antwerpen. Skaten. Skaten is voor mij mijn uitlaatklep. Nee, ik weet niet. Dat is gewoon een hobby die te hard is, uit de hand is gelopen, denk ik. Ik doe dat iets te veel eigenlijk, denk ik. Want ik offer er ook dingen voor op. En dat wil alleen maar zeggen dat ik er gewoon echt wel hard in toe ben. Ja, veel te graag doe. Ik zou eerder gaan skaten dan dat ik. Dan dat ik niet ga skaten. Ja, dat is goed, man. Dat is waar. Dam is een verzamelplaats voor allebei soorten mensen en die toch allemaal op een of andere manier goed overeenkomen. Ik ben Corentin, 21 jaar en ik ben half aan arbeider. Hoe vaak dat wij ook vallen, onszelf gewoon keihard bezeren. En sinds ik klein zo van thuis kwam met kapotte kleren en bloed en hoeveel geld dat ook kost, dat is geen reden om op te geven. Na een week into de lockdown mocht ik ineens niet meer skaten, waardoor dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar ja, ik deed dat toch en ze hebben er nooit niks van gezegd. Dus ja, voor mij is er niet veel veranderd, ik denk voor veel andere mensen rondom mij wel. Elke dag is bijna gewoon hetzelfde zo voor mij. Ja, het blijft gewoon hetzelfde. Wij kunnen altijd gewoon blijven skaten. Ook al komt de politie hier om ons weg te sturen. Ja, dan sturen ze ons weg, maar daarna komen wij gewoon terug en is er geen enkel probleem. Voor ons bestaat corona niet aan het skatepark. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Ik skate gewoon en foto's en wat werken en zo. En dan was de lockdown en kon ik eigenlijk niet skaten, dus ging ik eigenlijk veel foto's steken. Gewoon met de fiets, wat rijden, foto's. En dus is iedereen gewoon zijn dag gevuld met kleine bullshit dingetjes. De politie is eigenlijk echt vrij chill, jongen, de laatste tijd. Echt wel, wow. Echt wel, hè, want we mogen alleszins niet op de bank zitten, maar we moeten skaten aan de politie. En dat is best wel nice eigenlijk. Nee, maar de flieken zijn echt super chill. Die hebben echt heel veel begrip ervoor. Want die begrijpen ook van dat we naar buiten willen gaan. En dat wij ons gewoon amuseren, maar we moeten gewoon apart blijven en dan is er geen enkel probleem. Op een gegeven moment ben ik eens tegengegaan geweest en die hebben gewoon gezegd van ja mannen,
zie gewoon dat je in beweging blijft. Pinten zuipen op de bank is ook niet de bedoeling. Maar ja, het gelijk, hè. Nou, je gaat skaten. Voor mij gaat het eigenlijk in ieder geval, snap je, mijn afsluiting komt pas vanaf dat ik terug kan gaan skaten. En voor mij, ja, ik zit nu iets. Nu zit ik pas in een lockdown. Snap je, ik heb letterlijk een slot hierop staan. Ik zit echt al in een lockdown nu. Dat vroeg of laat moet gebeuren natuurlijk. Hè. Dat is niet met de corona, dat is nu met deze. Maar ik hoop gewoon dat ik wel binnenkort terug kan gaan skaten. Het is niet de eerste breuk, ook niet de laatste. Maar ik kan wel blijven skaten, ik doe dat veel te graag. Dus. In feite, het is super stom, want dat is eigenlijk gebeurd met een stomme trick dat ik al jaren doe. En nu zit ik dus ja, in deze lok. En ja, dat sukt gewoon keihard, want ik skate super graag. Hey, dat is dan gebeurd met een van de stomste tricks dat je kunt voorhebben, wat er mee gebeurt. En ja, ik voelde er dan echt niet goed bij, zo, snap je? En nu, ik doe alles wat ik graag doe, dat vliegt wel gewoon weg voor mij op dit moment. Ik kan niet gaan skaten. Ik zou dat kunnen, maar dat is ook te groot risico om op mijn arm te vallen. Ik kan nu niet met muziek bezig zijn. En, ik kan gewoon nu niet veel dingen doen die ik graag doe. Snap je? Ook gewoon alles van graas ontwerpen, dat valt allemaal weg. Dus ja, nu zit ik hier gewoon een beetje rond te hangen aan het skatepark. Maar dat is gewoon niet nice dat dat is gebeurd met die stomme trick. Ik heb dus terug een job gevonden. Maar eigenlijk gewoon zo de job dat ik ervoor deed. Ik was ervoor ook zo vuilnisman, maar ik heb gestudeerd als lasser. En ik dacht, met de coronatijd, wat zou ik doen? Zou ik terug misschien gaan lassen? Of zou ik terug achter de vuilkaart hangen? Ik heb gewoon terug gekozen voor zo bij de vuilkaart te werken. En, ik ben weer kei goed bezig, ik heb er kei veel zin in. Echt waar, als je ooit een job zoekt, ga voor de vuilkaart werken. Super chille mannen, een gedoe iets voor de planeet, precies. Allee, want je kast iedereen hun vuil op. Dat is gewoon nice. Ja, en voor de rest moet ik meer skaten. Hè. Want ik sta vroeg op en ben vroeg gedaan, dus dan kan ik niet gaan skaten. Tenzij dat ik veel te moe ben, dan blijf ik altijd. Coronamaatregelen, hetgeen waar vooral eigenlijk is veranderd, is denk dat iedereen dat ook wel door heeft, is dat de camera's keihard in doop worden gehouden. Maar sinds nu, dat is 9 juli of 6 juni of zoiets, die nieuwe maatregelen zijn gekomen. Ja, je merkt dat keihard. Er gaan veel minder vliegen hier aan een dag komen. Het voorbeeld dat constant in doop gaat via de camera. Nu is dat veel minder. En ook qua vliegen dat hier gewoon komen kijken of er iets hier aan de hand is, dat is ook al veel minder. Dus dat is op zich dat wel chill. Snap je? Ik denk ook gewoon, mensen zijn stil al nog soepeler aan het worden door gewoon eens dichter bij onze groep te komen en gewoon tenminste een klapje te doen. En ik denk dat iedereen er echt al nood aan heeft. Nu ook met de corona. Het is zo chill geworden eigenlijk de laatste tijd. Ik zie weer super veel vrienden terug van ervoor die daar ook ineens zijn beginnen skaten terug. En het is hier, ook helemaal versoepeld. En we kunnen gewoon terug ons ding doen zonder dat we worden gestoord. En dat is echt geweldig. En we kunnen ook terug naar de barretjes gaan en op café gaan. Ja, de vrienden na het skaten. Ja, dat is echt, het is echt weer volle plekken. Het is gewoon kei chill. Ja, ik ben echt blij. Echt alles gaat goed, ik ben echt gelukkig. Coronatijd, dat is wel een beetje raar, maar op zich, eigenlijk heb ik er niet echt zoveel van gemerkt eigenlijk. Alleen maar dat we zo soms uit elkaar moesten gaan. Maar op zich, eigenlijk met mijn leven ging gewoon door. En op sommige momenten zelfs nog beter dan normaal.